Iets dat raakt, iets dat meedeed, iets dat voortduwt, iets dat iets losmaakt. Iets dat binnenkomt, langzaam binnenglijdt, door je huid heen kruipt en je openbreekt. Iets van waarde, iets gemeend vanuit het hart. De prijs voor schilderkunst, de Piket Kunstprijs 2014, gaat naar Inge Aanstoot. De check. Ik wil de jury heel erg bedanken en de stichting en mijn galerie, Galerie Vonkel. Ik moet Maurice bedanken, mijn ateliergenoot en mijn geliefde Kai van Dalen. En Aniek, het meisje dat mijn mooie jurk heeft gemaakt. Verder. Roetkay Özpınar, Joshua Jonker en Imre van Opstal. Nou, ik ga het gewoon zeggen wie het wordt. Hij is pas 16. Joshua Jonker. Ik wil iedereen hier bedanken en vooral mijn moeder, die mij heel erg heeft geholpen om naar Den Haag te komen. En nu ook in Londen. En gewoon iedereen heel erg bedankt. Super geweldig. Ja, de theaterprijs, de Piket Kunstprijs, de theaterprijs is dit jaar toegekend aan Karel van Laren. Bravo! Roy staat hier om de prijs in ontvangst te nemen, maar we hebben een Skype-verbinding met de prijswinnaar hemzelf helemaal in Taiwan. Gaan we even naar kijken. Ben je daar? Zo te zien wel. Goedenavond. De bizarre ervaring zit hier. Het is hier 5 uur 's nachts. Ja, fantastisch. Als regisseur, organisator, onderwijzer en pionier is zij een inspirator, een groot voorbeeld voor huidige en toekomstige generaties die hebben genoten van de dame die de Piket Juryprijs krijgt, Saskia Mees. Ja, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik ken die man niet eens. Nee. Dit is echt wel heel raar, dit hoor. Dank jullie wel. Oh my god. Oh wow.